in het afgelopen weekend is hier een beeldje afgeschopt. Dat was een engeltje. En dit is een grafmonumentje van een kindergraf uit 1938. Beheerder Wil Polman wordt er een beetje moedeloos van, al die vernielingen de laatste tijd. Ik vind het gewoon heel erg eigenlijk dat het gebeurt, maar ik snap het ook niet. Want wat heb je er nou aan om zoiets dan kapot te schoppen? Er zijn nog meer voorbeelden van vandalisme op het Soesterbergse Onze Lieve Vrouwenkerkhof. Nou, nog niet zo lang geleden is hier een rieten mand weggehaald met leuke plantjes erin. En dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde hier. Dus nu hebben de nabestaanden besloten om er maar kunstbloemetjes op te zetten. Met het idee van, als ze dat nou ook nog weghalen, dan weet ik het ook niet meer. En ook de grote versierde graven van bewoners van woonwagenkamp Beukbergen zijn doelwit van dieven. Er zijn al eens een keer een paar vazen verdwenen. En ik meen, als ik het me goed herinner, ook twee van die graflichtjes. Bezoekers van het kerkhof nemen ondertussen hun maatregelen. Ik heb alles vast laten zetten met siliconen. Heb ik alles vast laten zetten door de meneer wie dit graf geplaatst heeft. En zoals dit lampje ook. Dit zit allemaal vast, dus in principe kan dat niet gestolen worden. En dan is er ook nog het mysterieuze geval van de vergiftigde boom. Nou, hier zijn gaten in de boom geboord. Hier onderin kunt u die zien. Kijk hier. En daar is een giftige vloeistof in gegoten of gespoten. Waardoor die hele boom gewoon bruin is geworden en eigenlijk doodgaat. Verschillende bezoekers van het kerkhof zeggen dat de boom is toegetakeld door mensen die het irritant vinden dat er telkens dennennaalden op de graven vallen. Het is altijd moeilijk om je gedachten uit te spreken en dat wil ik eigenlijk ook niet. Omdat je dan misschien mensen kwetst die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar we denken inderdaad wel in een bepaalde richting. Maar dan zijn er dus ook nog de vernielingen en diefstallen. Nou, in geval van bijvoorbeeld een graflichtje wat meegenomen wordt, zou ik kunnen denken aan jeugd. Of aan iemand die verslaafd is en die denkt dat te kunnen verhandelen. En daardoor weer inkomen te hebben om zijn spuitjes weer te betalen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar je weet dat gewoon nooit. Je betrapt mensen ook niet. Was dat maar waar, dan zou je een idee hebben. In ieder geval blijft Wil Polman extra alert de komende tijd.